Kun jij nou zien dat ik aan het bouwen ben? Nou, op dit moment is mijn scherm zwart. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Morten en Serenaya spelen Mortens Craft Evolved. Yeah! Nou, het is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er weer tegenaan. Ik had ook een spike. Heb je ook een spike? Ja, dit gaat echt helemaal bad. We waren bezig met het verbouwen van ons filtersysteem en daarmee dus ook het smeltsysteem enzovoort enzoverder. Dit is kapot. De minecarts worden dus niet meer leeggemaakt. Dus die blijven gewoon hierboven rondjes rijden. Dat is op zich de bedoeling. Maar het is ook een beetje slecht voor de performance van de ja, oké, ik ben gedisconnect. Oké, dus we moeten dit even fixen. Die minecarts denk ik laten ontsporen of zo op een bepaalde manier. De server opstarten en dan dat als eerste doen. Want zo is het even onspeelbaar. Sorry. Right, dat probleem is opgelost. Het waren echt veel minecartjes, jongen. Veel te veel, man. Oh my god. De server die had het er een beetje moeilijk mee, maar... For some reason stonden ze ook echt met z'n allen op één uitlaatstation. Of echt 5 stuks of zo. Ja, waarschijnlijk als het gewoon door was gelopen, dan ging het nog wel oké, maar... Het nieuwe systeem is in principe af. Dus ik denk dat die veel beter is dan... deze was ook maar een beetje aan elkaar geplakt van ons oude sorteerstation dat hier eigenlijk helemaal niet voor gebouwd werd. Die was een beetje underpowered, ja. Ja. Maar... Het nieuwe systeem is echt een... misschien kunnen we daar wel even gaan kijken. Dat is, ik loop wel achter jou aan. Deze kant wel. Gewoon even die pinkje lager. Het power systeem moet denk ik nog wel een beetje beter, want we doen het nog steeds met die lasers naar beneden. En laatst had zij al iemand, je moet een jet engine maken. En eigenlijk heeft hij helemaal gelijk. Ja, maar dan moeten we alsnog de stroom hier aan weten te voeren. Maar dan kun je het gewoon hier... Het is in ieder geval niet van boven naar beneden. Gewoon een jet engine hier op deze verdieping. Dan kun je overal... Kun je op deze verdieping alles gewoon met die jet engine poweren. Moeten we maar even kijken. Ja, je zult dat alsnog een beetje moeten vervoeren, maar dan hoef je tenminste niet helemaal gaten in het plafond continu te maken die dan op alle verdiepingen doorlopen. En dit zijn al Mark IV Enforced Inductions, of niet? Ja, klopt. Die zijn niet zozeer sneller in smelten, maar sneller in items pakken. En jij had het erover dat ook echt dat je dat getest had, toch? Dat echt een beetje limiterend was. Ja, inderdaad. Nou, gewoon als je kijkt naar het smelten, dan zie je inderdaad dat de items... Dat het gewoon... Het duurt ongeveer even lang voor het smeltproces als weer de ores... in de smelter leggen, want hij begint pas te smelten als hij 4 ores heeft. Dus dat kost wel een beetje tijd. Volgens mij kun je dat volgens mij zou je dat nu ook al kunnen zien. Waar heb ik veel van? Goud. Transfer. Dan zie je dat hij hier aan het smelten is. Moet even opwarmen. Yep. Nu gaat het heel wat PPS. Veel sneller. Oh, wacht, we hebben natuurlijk Mark 4 nu op. Oh, wauw, kijk, dit gaat nu echt zo bam bam en dan is het echt zo, hup. 1, 2. En de andere is echt zo 1, 2, 3, 4. En dan gaat hij weer naar de volgende. Oh, ja, klopt. Nou, dat kan dus nog één tikje sneller. Maar ik denk niet echt dat we dat nodig hebben. Ik hoop dat we het hiermee redden. Misschien moeten we heel eventjes, als je iets opzij loopt... Ik denk dat het wel heel chill is op een gegeven moment, hoor. Want dan hoeven we niet het hele systeem te upgraden. Dan zetten we gewoon nieuwe first inductions op. En dan hoef je niet alles opnieuw te bouwen. Dat is wel chill. Ja, wat vooral hier extra aandacht aan besteden is aan het filtersysteem. Want daar ging het echt mis. En het is misschien dit kun je is beter... Dit is het filtersysteem. Dit hier, ja, hier, bam, kijk. Bam, bam. Dit is echt een hele... Echt een hele installatie. Maar ik ga het even proberen te begrijpen, oké? Dus hier komen dingen, zeg ik het goed, hier worden spullen aangevoerd, brup, en dan komen de minecarts en die gaan dan hier zo weer terug. Ja, er worden dingen gesmolten en die gaan dan hier naar beneden, of ze gaan hier naar boven, gaan naar beneden, gaan naar boven. Oké, dus om en om, right. Dan die van beneden, die komen hier aan, oh, mooi glazen vloer. Ja, die komen in het onderzysteem. Het onderzysteem, gaan we eerst even naar kijken. Ik denk dat ik dit kan snappen, hoor. Oké, dus hier heb je een filter die zegt alles behalve koper bars. En hier koper bar. Oké, dus dan filter je alle koper bar eruit. Je kan er niet echt goed eens doorlopen, wel? Nee, moet je via de hier. Ja, loopt zo tussendoor. Oké. Precies, dus dan heb je hier die koper bar. En dan gaat hier gaat er tin waarschijnlijk uit. Ja, precies. En als het wel tin is, dan gaat het hier zo omhoog. Dan gaat het zo naar het einde. Oh, ik moet even hier tussendoor lopen. Hier dan haalt hij al die verschillende metalen eruit. En als hij dan op het einde komt, kan ik er onderdoor. Ja, als hij op het einde komt, dan zegt hij alles behalve nikkel. En dan zegt hij alles behalve titanium. En dan gaat hij van hier naar boven. Aha, dus hij gaat zo
helemaal de onderste. Dan gaat hij weer de middelste, gaat hij weer terug. Dan gaat hij eentje naar boven. Dan gaat hij hier weer terug. Oké, dus een soort van slangetje. Zigzaggende slang. Ja. Kan het niet echt. Maar ja, je kan het. Ik denk dat het wel redelijk voortstelt. Ja, eigenlijk het idee was eigenlijk de vorige keer hadden we ook twee rijtjes van filters, maar die gingen. Die liepen in dezelfde volgorde eigenlijk. En nu gaat zigzag die dus naar boven. En het zijn er ook vier, dus ja, we kunnen hier al twee keer zoveel capaciteit aan. En daarbij ook een hele belangrijke wijziging zelf is, wat je al zei, in het begin zag je al, dat dus die lopende banden van die smelterijen, die worden gesplitst. En dat betekent dus dat die eerste smelterij is natuurlijk altijd het drukst bezocht, want daar stoppen alle minecartjes. Dus je wil al die bars die daar gemaakt worden, wil je niet op één plek in het filtersysteem stoppen. Dus daar worden ze al op twee plekken in het filtersysteem gestopt. En op die manier probeer ik dus heel erg al die bars over het filtersysteem te spreiden. Nice, nou ja. We moeten het misschien maar aanzetten. En als het dan straks weer vastloopt, dan is er ergens toch iets misgegaan. Maar kunnen we dan gewoon de minecart hier naartoe begeleiden? We kunnen nu. Is het al klaar om te gebruiken? Ja. Tam. Alleen is er misschien de hoeveelheid stroom niet genoeg. Want ik heb ik snel even gedaan. Maar volgens mij, als we hier nu nog één railsje tussen zetten, dan is het klaar. Alleen er zit nog geen minecart invoerstation in. Maar die kunnen we. Ja, die depotjes. Maar die kunnen we gewoon wel maken. Kunnen we eventjes de plekken wat bouwen. Die depots heb ik namelijk wel bij me. Moet even kijken of de rails hier wel de goede kant op staan. Oh ja, het maakt niet zoveel uit, want het is één extra rondje. Ja, ze willen ze liever eerst naar beneden sturen, denk ik. Als je niet. Ja, dat maakt het niet zo. Oké, ik heb die snelle minecart nog, lol. Ah. Zullen we nog heel even mee wachten, denk ik? Prima. Of tenminste, ik haal daar. Ja, we moeten ze allemaal eventjes overhevelen. Ze liggen nu hierin. Oh, gewoon pakken totdat ik vol zit. Pak. Ik kan het niet meer spam klikken. Oké. Okay. Yep. Inventory. Oh, ik moet alleen nog even het stadion aansluiten op onze opslag, want dat is nog niet gebeurd. Oh ja, want hij wordt dus hierachter uitgesorteerd. Dan wordt hij op quote-unquote het stadion aangesloten. Dat zijn deze lopende banden. Die gaan dan dus per metaal. Ja. En dat moet dan nog naar de opslag. Oké. Okay. Ik ga wat minecarts hier erop gooien. En dan duurt het waarschijnlijk eventjes voordat ze naar beneden zijn geweest. Ja, ik zal eens even kijken wat er over nog wat ligt. En dan gooien we dat langzaam maar zeker er wel op. Nice. Oké, dat is prima. Ik moet die andere nog pak ik zo even op. Maar dat ga ik niet nu doen. Nee, dat ga ik niet nu doen. Dat is meer van hetzelfde. Ja, ik weet niet hoe we deze stroomvoorziening gaan doen. Dat moeten we misschien straks doen. Iemand zei ook al in de comments van ja, weet je wat je kan doen? Je kan ook de cargo lifts, kun je de volgende tier van gebruiken. Want we hebben een poosje terug hebben gekeken naar de basic cargo lift. Maar er is ook een improved en er is ook een bulk. En die vervoeren wel hoeveelheden waarvan ik denk van oké, dat zou ik dan wel overwegen. Die gaan ook best wel snel, veel sneller. Klinkt wel goed, ja. Klinkt wel goed, maar dat is iets wat. Ja, nu hebben we net dit systeem af, dus we gaan even kijken hoe goed het überhaupt gaat doen. Maar misschien wil je het voor later om nog gewoon. Met die, wat is het, die explosie boor? Wat die in een boormachine, dat je gewoon zo 50 van die capsules erin duwt. Als je dat gewoon, kun je zo in één keer 250 blokjes naar beneden schieten. En dan kun je gewoon een cargo lift in doen. Dat is dan echt nul moeite. Dat is echt heel ideaal, ja. Wat voor hoogte die kon bij die cargo lift? Die was ook wel gelimiteerd. Dat gelimiteerd? Oh nee, we moesten natuurlijk die rails gewoon bouwen. Inderdaad, je moest gewoon railsjes erbij aanleveren en dan bouwde hij het gewoon zelf verder. Maar ja, dat is dus iets wat we dan misschien later gaan doen. Dat vind ik wel cool om nog mee te experimenteren. Ik denk dat het best wel handig gaat zijn. Stiekem vinden wij minecartjes ook gewoon veel te leuk en gingen we daar met minecartjes spelen. Het is wel een heel mooi modulair systeem. Je hebt alleen heel veel organic rock voor nodig en dat is weer moeilijk om te krijgen. Ach ja, ik zal je laten zien waar ik ondertussen mee bezig ben geweest. Hier naar boven krabbelen, je ziet het al. Kan ik hier in één keer op? Nee, helaas. Even dit proberen. Yes, gelukt. Ha. ik ben namelijk bezig geweest met het opzetten van een Velcor beacon grid. Dus hier heb ik een enorm rooster getekend met deze, hoe heet het ook weer? Chevron Science. En toen met lasers. Die gebruik ik eigenlijk niet om stroom toe te voeren. Maar die doe ik gewoon zodat ik
weet waar ik die beacons moet zetten. Dan zet ik elke, wat is het, 8 blokjes, 16 blokjes, zet ik een Velcro beacon. En daar zet ik dan een zonnepaneel op. Dat is best wel makkelijk. Maar dan hebben we dus zometeen eigenlijk de hele, over de hele basis hebben we een dekking van Velcro. Dan wordt echt alle drops worden opgepakt. ik vond het wel, het is wel een beetje overpowered oplossing eigenlijk. Maar het is wel heel leuk natuurlijk, omdat we vorige aflevering hebben we het maken van die Recombined Organic Matter. Die liggen hierin. Plink. Hebben we opgezet. Ik heb hier nu een filtersysteem gebouwd dat dit doet. Ik weet even niet of ik dat al had laten zien. Oeh, hier zit ook Minecraft in. Nice. En depots zelfs. Of unload stations. Anyway, dit is dus waar alles van die beakers in komen. Oh, ze hebben volgens mij iets opgepakt van wat we net gesloopt hebben. Dit zullen wel stukjes rails zijn of zo. Wat is het? Dat is grappig dat je beacon zegt. Dat is een soort Falcon beacon, Velcor beacon combinatie. Precies. Maar we kunnen dus, dit zijn de stationnetjes waar die vliegtuigjes inwonen. En die kun je gewoon op één plek zetten. Die gaan volgens mij in een hele grote range gaan ze op zoek naar die beacons. Maar die beacons moet je wel een goede dekking van hebben. Dus daarom dat ik dit zo maak. En dan moet ik denk ik, heb ik nog meer van die beacons bij me? Dacht het wel. Mensen kwijt, man. Dus ik zie ze gewoon niet. Ik kijk er overheen. Maar zijn ze door een andere beacon opgepakt? Dat zou best wel kunnen. Hebben we nog meer spullen gekregen? Nee. Dus ik moet nog. Ik heb voor een deel ook het al gedaan. Hier staan al van die beacons. Kennelijk hebben die geen skypath nodig. Of solar panels die verhinderen het niet. Maar dat werkt in ieder geval prima nu al. Maar de. Deze banen die hebben dat dus nog nodig. Dus dat is nog iets wat we moeten gaan maken. Dat is echt heel nice, want dan krijgen we dus echt alle drops van monsters als we worden aangevallen. Ook omdat bijvoorbeeld alle ruined spullen die we hadden. Ruined chitin en zo en ruined glands en alles. Daar heb ik zo goed als alles hebben we omgezet en recombined organic matter. En we hebben nog steeds wel echt, willen we eigenlijk veel meer hebben. Dus we moeten echt een structurele oplossing hebben om dat te doen. Dus dat, daarvoor gaat deze grid wel echt helpen, denk ik. Oh ja, dit heb ik ook nog gedaan. Mark 4 power storage. Dus dit is de volgende tier batterij. We hebben wel één tier overgeslagen. Dat is de tier 3 natuurlijk. Dat is. Ja, dit zal wel nickel en titanium gekost hebben. Daar zijn we vaak net wat voorzichtiger mee. Die kosten ook van die alloyed machine blocks. Alleen daar kan een beetje meer, of ja, een beetje, daar kan 3 keer zoveel stroom in, maar ze zijn wel erg duur. Ik heb nog even mee gewacht. Maar ja, die Mark 4 is dus best wel, die kost heel veel van die Mark 3's. En de reden dat ik dat gedaan heb, is omdat dit eigenlijk alle stroom is die naar beneden gaat. En nu hebben we dus een enorme buffer om dat te fixen. En Mark 4, daar kun je ook die zonnepanelen op aansluiten van het volgende niveau. Dit zijn volgens mij Mark 2 zonnepanelen. Deze, ja. En die passen alleen op laboratoria. En deze Mark 4, Mark 5 batterijen. En volgens mij nog een paar dingen. Dus dat was nog een reden om hem te bouwen. Kijk, en dit is dan die paarse lasers. Hier is de stroomtoevoer voor het afweergeschut. Het afweergeschut hoeft niet meer zoveel te doen, hè? Want we worden niet zoveel aangevallen. Gelukkig. Klopt. Dus, ja, en daarbij schieten ook die lasers gewoon zo ver. Is dat zo? Ja, die heeft, wat was het ook weer? 64 en 72? Je kan het zien, hè? Nou ja, ze kunnen inderdaad echt gewoon veel verder dan eerst. Daar heb ik eigenlijk niet zo goed bij nagedacht bij het opzetten van die grid. Dat had ik misschien wel moeten doen. Want er kan nog veel verder schieten dan dat de grid ligt. Het is niet de eerste keer dat we iets voor een tweede, dat we iets opnieuw moeten doen. Ik denk dat het wel makkelijk uit te breiden is met meer beacons. Dus wat dat betreft is het niet zo verschrikkelijk. Maar ja, had beter gekund. We moeten het in ieder geval weer een beetje af gaan breken straks. Want dit zijn een soort van stijgers. Het gaat om die beacons. Ja, dat gaat wel goed. Dat is wel echt. Het is leuk, man. Ik ben vooral blij als straks dat nieuwe minecart-systeem werkt. Ja, precies. Laten we anders gewoon eventjes de minecarts opzetten die we nog hebben hier. En dan zometeen dat ding in volle glorie aanschouwen. Oké, man.
Ik heb de stijgers opgeruimd. Velcro's, het systeem is in effect. Oeh, hier ben ik wat blokjes vergeten. Ik heb ook iets van 20 blokjes geholpen. Bam, goed gedaan. Dankjewel. En het mooie hiervan is dat ik niet ernaartoe hoef te lopen. Oh, dit moet ik wel nu goed doen. Yes. Het ziet er echt super leuk uit met die vliegtuigen die allemaal aan het rondvliegen zijn. Ja, er is nu even alleen niks om op te pakken. Maar inderdaad, de vliegtuigen gaan echt overal naartoe. Super cool. En alles komt natuurlijk hierin. Hebben we eerder al gedaan. Dus ik moet af en toe eventjes hier dit leeg pakken. Maar de productie van Recombined Organic Matter gaat best wel goed. En ik heb de slime farm. Oh, dat wil ik misschien. Dat ga ik misschien toch even laten zien. Dat is best wel gemeen. Die plek waar jij nu staat, of waar je nu eigenlijk langs zoeft. Ja. Misschien is het in de. Ik heb die berg op een gegeven moment daar opgeruimd. Maar ik weet eigenlijk niet eens precies wanneer ik dat gedaan heb. En of ik er überhaupt ooit iets over gezegd heb. Maar daar was een berg en die is er niet meer. Want ik wil de ruimte. Nice. Ja, dit is dus wat het slime farm nu is. Solar panels met de batterij eronder. En hier staat een cryo hopper op vacuum mode. En daar komen dan al die ruined glands in van die slimes. Oh, nice. Gaan ze niet kapot. Precies. En er is gewoon, ja, het is solar power, dus 9 panels. Prima. En daarnaast zit dan zo'n organic reassembler. En dan nog een... Nice. Dus hier wordt het ook gemaakt. Ja, hier wordt het ook gemaakt. Het gaat alleen niet zo hard. Verder wordt, zeg maar, met een filter heb ik ingesteld dat alles behalve die glands, dat die eruit moeten. En die worden dan hier opgeslagen. Oh, dat betekent waarschijnlijk dat deze dus geen ruined organic matter gaat krijgen. Dan kan ik wel veranderen. Dan doe ik hem wel gewoon zo vol. Hoppakee. Oké, dus de slime farm die doet nu ook mee met het maken van die recombined organic matter. Ik heb ondertussen al 46. Gaat best wel oké. Ik kan nog wel iets sneller, maar ik denk dat het wel prima is. We kunnen in ieder geval goed een aantal cutterheads maken. In ieder geval voor Crystal en zo. Ja, inderdaad. Crystal gaat nu ook best wel goed. Dat is wel prima. Maar laten we even kijken. Ik heb eigenlijk... Ik dacht ik grapple eventjes lekker zo de basis in, maar dan schiet je net onderdoor. Gezien het feit dat je af en toe nog problemen hebt met grappelen, komt ons mooi op ons volgende onderwerp. Namelijk... We gaan een jetpack maken. Bam, waar is die research? Hebben we die niet al gedaan? Nee. We kunnen hem wel als het is. Ik hoop dat we hem. Ja, we kunnen de research wel. Vraag me dus af, hè. We hebben dus erop gegeven. Oh, de jetpack is hier, ja. Zal ik die gaan researchen dan? Ik dacht dat ik hem net aangeklikt heb. Hier, jetpack. Nee, ik heb hem aangeklikt. Ik heb hem ook aangeklikt. Steel bar plastic. Hoe kan dat nou? Nee? Als we maar niet 2 research points aan uit hebben gegeven. Oh nee. Ja, hoeveel hebben we er eigenlijk nog? Nog maar 3, dus dat gaat ook niet apart. Ja, dus we moeten wel eventjes opletten. Hebben wij nog van die plastic pallets? Ja, hebben we nog ja, van die ik had er wel een aantal van gemaakt. Steel bars. Dat hebben we misschien wel niet meer. Maar die kunnen, daar moet je crystal clocks toch eens stoppen. Of is, oh nee, die hebt hij nodig. Met voor steel bars heb je toch geen clocks nee, nodig? Nee, ik was in de war met... Gekke. Beter die dingen. Hier, is dit de steel smelterij? Ja, zit het dan hierin? De Advanced Machine Block, die maak je uit steel en crystal clocks. Nee, ja. Ja. Ik heb nu 250 van die bars gevonden, dus dat is wel prima. Ik kan 2 jetpacks maken. Ik zal er eentje in de kist doen, als ik deze stack kan scheiden. Ik zal eens even de controls opzoeken, ik weet eigenlijk niet eens hoe dat moet. Welke dat is, zal dat die J zijn van jetpack? Dat... ik ga dat gewoon proberen. Wauw, wat een rebel ben je. Yes. Of lui. Dat kan natuurlijk ook. Nou, hij doet het. Ja, het is inderdaad... Jee. Waar heb je hem neergelegd? Ik zoek hem. Ja, in de... Oh, ik moet eens kijken of mijn power is nu alweer op. In de kist met equipment bij de diamanten en zo. Diamonds. Oké, nou het goede nieuws is... Oh, Q. Het goede nieuws is... De stroom gaat niet op als je hem aan laat staan. Het slechte nieuws is... De stroom gaat wel echt heel erg snel naar beneden. Maar je kan wel echt als omhoog springen. Kun je ook naar beneden? Nee, je neemt een beetje fall damage. Maar je kan echt als awesome jumps maken. Gewoon zo... Wow. Dat is wel prima. Oh, ik denk ik neem zo'n powerpack mee. Maar die Mark 3 powerpacks die doen niet zo heel veel. Lijkt... Ja, je voelt bijvoorbeeld die powerpacks die je kunt maken, die voer je ook aan artists, volgens mij. Maar hoe zit dat dan met die powerpacks? Want... Die kun je gewoon gebruiken en dan charge je volgens mij artists.
ik kan wel even een helpfile kijken, maar je zegt hoe sterk die is. Ja. Ik vind jetpacks wel handig. Het is wel een fijne manier als je ergens vanaf moet springen of zo. Springen. Vooral, ik denk dat het vooral heel erg handig is in blauw. Alleen ja, in blauw heb je al echt wel vaak een energietekort. Dus dan is het wel jammer. Nou, het is restored 500 power. Dus het is best wel prima. Zo'n Mark 3. En er is ook nog een Mark 4 en een Mark 5. En mijn Mark 5 doet het 2500. Maar geeft hij dat dan aan Arthur? Ja, en die levert het dan aan jou. Nou, dat is 2500. Dat is echt ziek veel. Dat is 5 keer zoveel als we zelf bij ons hebben. Dat klopt. Ja. En je kunt ook gewoon meerdere van die dingen meenemen. Maar ze stekken alleen niet. Dat is wel jammer. Dat is zeker wel jammer. Maar allemaal gewoon 2 bij te hebben of eentje. Dat is echt wel prima. Hè? Prima, prima, prima. Oké, laten we dan nu gaan kijken. Oh, wacht. Jetpack aan, want ik ga hier vanaf springen. Dat was echt soepel. Oeps. Hologram mode. Laten we kijken naar het filtersysteem. Ik zal proberen iets minder snel te praten. Oh ja, geen jetpack aan. Fall damage. Dus ja, het is nu echt in volle gang. Alles wordt hier lekker gefilterd. Het werkt als een trein. De filtertrein. Oh, die achterste, de filtertrein. Die achterste krijgt hier geen items. Ik ben er nu tussen gesprongen, wacht. Voor het dus het kan zijn dat er hier en daar nog een lopende band verkeerd staat. Want ik zie hier ook al iets. Het is hier ook iets. Oh ja, ik zie hier ook al een lopende band die verkeerd gedraaid is. En dan loopt natuurlijk het hele systeem erachter ook vast. Oh nee, hij leek vastgelopen, maar dat is niet zo. We staan nu wel allemaal op elkaar te wachten. Wie is waar we aan het wachten? In het filtersysteem. I don't see it. Zeg maar bij de eerste filter. Nou, maakt niet echt uit. Kijk dit dan. Al deze bars. Super awesome. We zien wel ook gelijk dat we niet genoeg groen binnenkrijgen. Mag wel eens meer. Ja, dan komen die wijnkarretjes waarschijnlijk niet ver genoeg. Ik denk dat we gewoon zo meteen even een rondje langs onze basisoors moeten. Niet tin, want tin gebruiken we wel veel. Maar ijzer, lithium en koper. Dan kunnen we allemaal wel gewoon wat slechtere power of een slechtere engine. Die motor moet er motor inzetten, ja. En dan gaan ze dus minder snel oors halen. En dan loopt het systeem wat gebalanceerder. Wat loopt er eigenlijk op die lopende band over het plafond? Weet je wat dat is? Over het plafond? Oh, dat is lithium, toch? Is dat niet dat lithium dat richting... Oh ja, richting Spider Bros. Yes. Ja, ja, precies. En dan hebben we nog iets voor opslag. Sterra gebouwd. Laat even zien, jongen. Ja, ik ben nog wel beneden. Hè. Oh, ik kan natuurlijk even jetpacken. Ben je beneden? Je staat voor mij. Oh. Daar hoor je. Ja, hier zo. Tam, tam, tam. Wat is het? Wat is het? Ik ben er nu. Wow, dus het gaat echt hard wat vliegen. Je bent echt zo in de lucht. Als je nou je jet op uitzet, dan val je natuurlijk keihard kapot. Ja, het is maar storage. Eigenlijk we hadden de hele tijd die opslag hier. Waarin we dan gewoon van die storage hoppers gebruikten. Maar nu komt het gewoon binnen in deze mass storage. En die kunnen dus 6 hoog stapelen. Een soort van kistjes. En dan hebben we in totaal 11.000 aan koper dat we kunnen opslaan 11.000? Hier. 11.000? Yes. Dat is gewoon absurd. Dus kijk, als ik het goed begrijp... Hier komt koper binnen. Er komt nu geen koper binnen, of lijkt het maar zo. Ja, is de koper op misschien? Dat zou grappig zijn. Misschien zou de server het niet, kan de server het niet bij. Oh nee, ik zie wel een klein beetje koper dat eraan komt. Oh, het komt van de andere kant ook, hè? Ja, dus hier komt koper binnen. De server loopt een beetje traag, maar dat gebeurt gewoon, denk ik. Zal wel. En dan gaat het hier naar boven. 1, 2, 3 keer. En dan als we hier naar boven gaan. Ja. Zie je hier, hebben we 3 input ports. Deze. En die stoppen volgens mij met 25? Ja. 25 items per keer. Oh, hier gaat het vliegtuigje. Gaat die het zo? Gaat die het stapelen bij de rest dan? Oh, dit vliegtuigje gaat er vandoor, lijkt wel. Nee. Ja, ze gaan echt super hoog als ze er... Bij mij staan ze... Oh nee, nu gaan we het missen. Ze zijn een kwartslag gedraaid bij mij. Maar dan legt hij dus die items legt hij hier op deze enorme stapels neer in kratten. En dan heb je deze poorten... Deze vliegtuigjes. En die halen het er weer uit. Dus goed. Dus, en ik ga hier koper uitpakken. Pak, 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 pak. Dan kan het hier weer doorlopen. Misschien moet ik het ook even uit het onderste halen. Geef me al die dingen gewoon, joh. Zo. Oei. Ik vind die omhooggaande lopende bandjes echt superleuk. In plaats van dat je dat met 2 gewone doet. Gewoon eentje die zo omhoog gaat. Het is awesome. I like it. Ik weet niet waarom die... output ports niet gaan. Die mass storage output ports. Die zijn wel bezig.
Bij mij niet, maar eentje. Dat zal wel komen door de... Ik zie jou door de lek. Dat zijn die paarse drones. Dat zijn de output. Bij mij staan ze gewoon in een docking station. Oké, nee, bij mij staat er eentje in zijn docking station en de rest is net aan het vliegen en die landt nu. Ja, wee, ik zie dat de koper, komt wel aan bij mij. Nou ja, het werkt in ieder geval. Helaas wat minder spectaculair voor jullie dan voor mij, maar... Ja. Maar dit is wel echt super chill om zo snel veel spullen te kunnen opslaan. Ja, man. Yes. Het is goed. En dit is het idee is wel dat dit ook nog voor de rest gebeurt. Maar die bulk mass storage dingen, of eigenlijk die input- en output-ports maken, dat is niet makkelijk. Je moet gewoon langs een paar tiers en dan moet je allemaal van die items die maar per één stekken en echt iets om te automatiseren. Ik heb wel een vraag aan jou. Kan ik nou gewoon eens zo'n blokje slopen van die mass storage? Ja, volgens mij als je nu gewoon het blokje slopen waar heel veel van die kistjes op staan, dan krijg je dan gewoon al die drops. Ik wil even proberen. Oké. Oh, ik krijg misschien de drops niet, omdat ik aan het lijken ben. Dat zou kunnen. Ik zal het wel even kijken. Ik heb nu... Oh, ik weet natuurlijk niet hoeveel er op zo'n stapel zit, maar ik heb nu 6.1k. Oh, nu heb ik het echt helemaal kapot gemaakt, volgens mij. Ik zie wel dat het aankomt. En die output poorten, die gaan er ook tegenaan. Dat is natuurlijk ook een hoop verkeer in deze server, maar... Happens. Lijkt in ieder geval te werken. Als het in ieder geval, als het in die hoppers hier... Hallo. Als het hier in die hoppers aan de voorkant komt, dan vind ik het allemaal prima. Het gaat niet zo snel als ik had gehoopt. Ach ja, is ook wel prima. Dus moeten we meer daarvan opzetten. Laten we dat andere keer doen. Wat kunnen we nu nog doen? Ik denk dat het wel chill is als wij wat dieper gaan. Denk je daarvan? Lijkt me ook wel een goed idee. Ik weet alleen, kijk, hebben wij nog speel veel van die laser... Wat is het? Laserborrer. Dat is hem toch? Ja, we hebben die ene, dat ene unit. Maar dat zijn er... Die, 27, dat zijn er dan... Dat is dan eentje, toch? Want je moet moeten dat apparaat ook al hebben. Welk apparaat? Diegene die zo super snel naar beneden kan graven, die hebben we gewoon nog liggen ergens. Ja, maar dat is de laser... Dat is de laserborrer, toch? Ja, dan moet je van die BFL's voor maken. Maar we kunnen er dan nog een paar bij maken, denk ik wel. Oh, ik kan het ook niet oppakken. Kun jij nou zien dat ik aan het bouwen ben? Nou, op dit moment is mijn scherm zwart. Hoezo? Ik kreeg een foutmelding over dat een RAM-geheugen op was. Nee, dus... Oh, ik ben gedisconnect. Oké, weet je wat? We moeten dit even fixen. Right, de game doet het weer. Yes. We hebben wel echt vet veel problemen mee vandaag. Maar goed, ja, om een of andere reden gaan af en toe met al die minecartjes en die drones. Dat vreet al mijn RAM op. Heel raar. Ik heb trouwens gekeken. Ik heb de Improved Cargo Lift toch maar even geresearched. Maar we kunnen nog niet de Bulk Cargo Lift doen. En die wil ik eigenlijk wel heel graag. Die doet het wel. Gek, want we hebben alle research al gedaan. Dus dat gaan we dan straks maar eventjes vragen aan het orakel dat Google heet. Google. Ja. Google orakel. Ja, precies. En dan, dus dan kunnen we dat weten. Of misschien weet iemand het wel in de comments. Dat zou ook wel chill zijn. Jij kan ondertussen vast die boor bouwen. Goed, jij hebt er ook één, toch? Klopt, maar ik weet niet wat er gebeurt als je ze naast elkaar bouwt zonder dat je eerst eentje afmaakt. Dat is wel een hele goeie. Ja. I'm no dummy. Dat was het ook alweer. 50 van die units had hij nodig, toch? Prio. Ik weet niet. Volgens mij... Ja, probeer gewoon 50. Dat zal wel. Storage hopper erop. Blam. En dan gaan we gewoon wat gaten in de grond Ik heb er al 50 in gedaan. Ook in die van mij? Yes. Power. Wow, snel. Power. En zie je het nou ook schieten of niet? Je moet er niet onder gaan staan, want dan gaat echt hartstikke dood. Volgens mij als je er een... Nee, ik zag het niet, maar ik zie wel het gat verschijnen. Dat is ook wat waard. Pew. Ik doe het wel even hoe het eruit ziet. Pew. Een soort van blauwe bliksemschicht. Bijna woorden. Blauwe bliksemschichten en wat groen. Nou, tekenen wat moois ja, van. Ja, heel... niet over de teleporter heen springen. Nee, dat zou dat echt slim zijn. Niet. Zo. Ik heb er een vloer onder gezet. Dat als je het weghaalt, dat blokjes niet een gat invallen. Ja... dus ja, dat is goed. Ik had het gevoel dat ik nog iets belangrijks moest vertellen, maar dat valt kennelijk wel mee. Oh ja, ik ben benieuwd wat ik weet al wat ik ga doen. We gaan ping unknown doen, dat loopt hier altijd te roepen, dat je ping unknown moet doen. Hier is nog niks unknowns in de buurt.
niks dat op mijn radar verschijnt in ieder geval. Jammer. Als ik hier, als ik in een donker hoekje sta, dan kan ik het waarschijnlijk het beste zien. Nee. Dat betekent dat we echt heel erg veel dieper moeten gaan. Oké, laten we gewoon... Misschien moeten we deze lift ook even weghalen en dan nog een gat doen. Het is weer tijd voor een blast. Sorry jongens. Anyway. Is er iemand ziek? Ik weet het niet. Misschien. Kunnen we dit ook handig doen? We moeten ze één voor één oppakken. Nee, kunnen misschien moet één iemand ze gewoon allemaal oppakken. Dat is wel handig. Ja, precies. Ik ben er niet in de buurt nu. Dan wacht ik wel eventjes. Want dan... Ik pak altijd alles op anders. Ja, ik pak ze nu wel op. Dus dat... Goed teken. 50 was inderdaad wel voldoende volgens mij. Dus dat is echt heel chill. Ja, dat is echt wel de makkelijkste manier van naar beneden graven. Eerst ging altijd eerst helemaal een gat naar beneden graven en dan met zo'n andere unit omhoog graven, maar... Waarom stiert energie op? Oh, omdat die torentjes ervoor staan. Ja, dat gaan we natuurlijk dan niet doen. Kijk, hier moet nog een gat onder komen. Laat ik dat doen. Laat ik dat bouwen en laten we dan gewoon deze tunnel in ieder geval uitgraven. Ik weet niet of er iets boeiends gaat komen hieronder. Ja, vast wel toch? Zeg maar van wel. Ja. Ik weet het zeker. Ik krijg af en toe in het laadscherm krijg je dat mooie lava, dus ik ben wel benieuwd. Oh ja, klopt. Het lava laadscherm. Awesome, dat wil ik. Lava. Ik hoop dat we dat gaan tegenkomen, maar we moeten in ieder geval daar nog een end voor graven. Nou, dat is niet echt een straf. Vind ik dat is wel gelukt toch? Want het is, je gaat met één zo'n laserbor ga je echt 250 naar beneden of zo. Dus we zitten nu al rond de 700. Ja, dus ik denk echt dat dat wel. Ja. Misschien als we nog wat lasers bij ons hebben, dan moeten we gewoon ook even een laser naar beneden schieten. Dat is op zich best wel een idee. Ja, ik heb wel blauwe lasers. Maar volgens mij hebben we er dan veel meer nodig dan dat, toch? Ik bedoel... Ja, nou, het is meer even dat je eventueel... Kijk, als je dat gewoon nu al een klein beetje meeneemt, dan heb je eventueel... Ik heb nog wel een paar lasers bij me. En dan hebben we tenminste... Mochten we in paniek raken zonder stroom, dan heb je gewoon ergens een buffertje. Maar misschien moeten we gewoon nu ook een gat schieten voor... Voor de, in de laserschacht. En dan gewoon die lasers maken. Toch? Gewoon hier zo. Ja, maar dat is best... Dat moet je elke... Dat is gewoon best wel veel werk. Zeg maar. Als ja, maar je dat echt goed wil aanpakken. Ja, moet je toch een keer doen. En je moet toch elke 65... Ja, maar we gaan nu... Verkennen. Ja. Maar nu gaan we ook een aflevering afmaken. Dan ben ik wel naar beneden. Ja, ik weet het. Het spijt me, vriend. Iedereen, nee, je moet doorgaan. Ja, maar er wordt een hele lange aflevering. En dan ben ik bang dat niet iedereen het einde ziet. Dat is natuurlijk zonde. Oh. En dat gaan we dan de volgende aflevering doen. Ik bedoel, hey, je moet wel nog verder naar beneden. Ik weet wat ik heb gezien. Oké, ja. Anyway, dat gaat het wel doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. Ik hoop dat je hem ook lang genoeg vond. Ik in ieder geval. Ik denk dat dit wel een goede lengte is. En ik hoop je allemaal gewoon te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!